We hebben al een keer een video gemaakt met het achterwielen op de weg. Vandaag gaan we het toepassen op de BMX-baan. Veel dingen zijn hetzelfde als op de weg. Vinger bij de rem, bovenlichaam ontspannen, iets achter je zadel hangen en je been het werk laten doen. Op het moment dat je de oploop oprijdt, ga je langzaam achter je zadel hangen. En op het moment dat je boven bent, strek je je benen uit, waardoor je achterwiel constant op de grond blijft. Je ziet vaak dat mensen door de snelheid eerst een beetje springen en pas hier beginnen met echt achterwielen. Je wilt dus proberen om je benen meteen uit te strekken, zodat je achterwiel op de grond blijft en je ook snelheid krijgt door die afzet. Nu wat tip voor meer gevorderde rijders. Mocht je dubbel achterwiel of achterwiel willen proberen, blijft de techniek een beetje hetzelfde. Alleen hou je nu bij het omhoog gaan van de volgende top je gewicht achterop, trek je benen langzaam in en op het moment dat je boven bent, strek je benen weer uit. En eigenlijk doe je dat elk gat dat je wil proberen te achterwielen. Net zoals bij veel dingen, oefening baart kunst. Dus veel succes met oefenen.